blauw in. Goedemiddag, mijn naam is Victor Rien en dit is mijn broer. Ja, hallo. We zitten hier steeds te wachten tot de regen ophoudt of niet ophoudt. En daarom is het een beetje moeilijk, inderdaad. Nou, ik wil wat vragen stellen aan je over haar. Ja. Zij of haar? Nee, haar op je hoofd. Haar heb ik niet. Haar mijn hoofd niet aan denkt. Hoe lang heb je al geen haar op je hoofd? Helemaal geen haar meer. Ja. Ik ging afscheren. Ja. Nou, dat is wel 5 jaar geleden. Dat, vanaf mijn 17 is een drastische inslag van haar uit. Beetje last van hoge potentie. Hoge potentieniveau, ja. Ja, dat heb ik altijd gezegd. Nieuw wordt het al gezegd, hè, ja. En hoe vaak per week moet je nou je hoofd scheren? Nou, 1 keer in de week. 1 keer in de week? 1 keer in de week, ja. Tenminste, doe ik even. Ja. En ga niet naar de kapper, doe het zelf hoor. Doe je zelf? Ja, in deze tijden van recessie heb je daar dus gewoon, hoe heet het dan, geld aan ingestoken, eigenlijk. Ik heb zelf een ton duizend gekocht, dus. Zo door het leven gaat zonder haar. Met haar? Ja. Allebei. Dus, zeg dat ik al met u ben. Nee, niet hoor. Ah, oké. Okay. Niet erg hoor, man. Jij... Geen verhaal. Hoe zit het met... ben je ervan bewust dat mensen denken... Denken mensen nooit van, oh die jongen heeft geen haar, dus die zal wel een skinhead zijn. En in Parijs, met een heleboel verschillende nationaliteiten aanwezig, is dat nooit een gevaar? Dat je bij de verkeerde klasse wordt ingedeeld. Dat zal wel, ja. Niemand zegt dat tegen mij. Alleen het ligt er aan dat ik geen haar heb. Doet toevallig nooit iemand dat tegen elkaar zegt. Anyway, als je in een grote stad bent. Ik weet het niet, ik had geen gedachten leven. Ja. Ik ben geen skinhead, maar dan wel weer wel. Kom je skinhead? Ah, kom je skinhead. Ja, ik heb geen keuze. Moet ik dan? Moet ik gebruiken? Dat vind ik niet leuk. Een school gebruiken? Zelf persoonlijk. Maar daar heb je dus een baardje aangenomen. Daar groeit het dan weer wel. Ja. Maar ja, een beetje, hè? Ja, babybaard. Het zit wel goed in evenwicht. Dus ik vind wel jazz gewoon. Kinderbaard. Kinderbaard, een beetje jazz, hè? Een beetje... weet je niet, Griet Titelaar. Dat lekker gewoon. Nooit, nooit shampoo en zo. Hoeft allemaal niet. Ja, wel af en toe. Het is wel heel handig eigenlijk. Dat is wel, ja. Dan, ja, natuurlijk dat ik, weet niet, misschien was het de man wel voorstellen die geen haar heeft gedaan. Egen wordt ook niet eens een haar. Ja, geen probleem meer. Ja. Ik weet het niet. Laat niet weten. Dat is niet een onderwerp hoor. Wel voor veel mensen wel, maar voor mij echt. Ja, voor heel veel mensen. Dat ik urenlang willen of zit mijn haar goed op. Wat zo moet ik deze tijden en zo aanmeten, dat, ja. Dat is een probleem. Kan ik dan leuk zo'n paardenstaartje laten doen of zo? Helemaal niet. Van achter, je neemt. Van achter, ja. Zo'n Duits, modern Duits hippie paardenstaartje. Nou, zoals de cameraman. Maar ja, dan zonder bovenkant. Ja, ik weet niet. Dat vind ik me niks. Voor mij dan.
Maar het is wel gek, want een heleboel mensen zijn heel erg, vooral man, zijn heel erg bezig met hun haar altijd. Ja, ik ook. Daarom is waarschijnlijk ook niet echt veel gestraft. Maar jij hebt niet meer een probleem met die kou, dat is al gebeurd eigenlijk. Dat is niet zo. Daar moet je nu, duimpje verder, nu helemaal een duimpje niet meer mee bezig zijn. Nee. Nou, kunnen we even inzoomen op laatste kant? Wel mee natuurlijk, als ik het weer moet scheren, dan wordt het wat langer en dan zie ik er, ja, vind ik minder uitzien, maar ja. Maar je hebt echt mee bezig, nee. Maar je hebt een goede schedelvorm. Ja, dat heb ik maar wel verteld, ja. Dat is ook weer een voordeel. Ja. Want dat kun je niet bijknippen, dat heb je of dat heb je niet. Ja, met een hamer een beetje bij moet zeggen. Maar je krijgt vaak veel bubbels of zo, hè. Ik vind het leuk weer. Ja. En vrouwen, wat vinden die ervan op het algemeen? Jouw vriendin? Nou, die vind ik wel leuk. Die vind het wel, want er wordt wel eens gezegd. Het is leuk, het zou zo fijn bij mij zijn. Maar leuk. Het is niet dit leuk, dan zit je haar leuk. Nee. Beetje meer in het algemeen, in het hele geheel van de picture, klopt het wel bij mij. Bij een persoonlijkheid. Dus dan neem je het haar weg en dan blijft het van de open. En daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het eigenlijk om. Dus dan, ja, als je vriendin weggaat omdat je haar ook wegging. Misschien dat je dan beter een andere vriendin kan nemen. Ik weet niet. Nou, ik heb het wel goed. Ik weet niet, misschien gaat ze wel weg als ze bij haar weer terug ging groeien. Het zou kunnen, weet je niet, maar misschien ging ze al even weg omdat die band weer rekening levert. Kan ook. Prachtig wolkenbreuk. Het is opeens weer heel mooi weer geworden. Ja. Opeens weet je weer waarom je hier naartoe was verhaald. Ja, dat is, als je over het weer gaat lullen, dat is altijd een teken. Wat? Teken van wat? Teken van dat de interviewer hele slechte vragen stelt. Je lult nogal vaak over, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Denk je dat het goed is? Oh, moet ik hem even vaststaan? De interviewer geïnterviewd. Wat doe je nou hiervoor betaald? Nou, hopelijk wel, als het wordt aangenomen. Ja, zo. Maar dat is een stukje derde. Ja, we hebben het wel geloof ik. Terug naar de studio. Terug naar de studio. Oh.